in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ben nog altijd zeer blij met wat er gebeurd is gisteren. Ik heb er ook wel wat over gedroomd en zo. Dus ja, ik ben echt wel heel blij eigenlijk nog steeds. Dus ja, ik heb het gezegd, ik ga de trui zoveel mogelijk aan doen. Hè. Dus dat wil toch zeggen, ook maandag voor school, woensdag, ja, dat ik hem tegen moet wassen waarschijnlijk. Ik val het zweter. Maar in ieder geval, hij ligt hier nog klaar. Dus sowieso. Snuffel zit nog in het kotje daar, zit er nog in. Dus we gaan zo naar de winkel voor een achterlicht te kopen, want ja, het achterlicht is kapot, dus dan dacht ik van ja, kunnen we dat misschien wat beter aanschaffen. Anders is dat gevaarlijk voor op de baan en zo van die dingen, dus als het donker wordt natuurlijk, want het licht wordt, is het dan natuurlijk niet. Maar altijd alles voor de veiligheid van jezelf. Dus ja, dat wordt, gaan kopen. Dus dat gaan we dan maar doen. Ja, voor de rest is eigenlijk niet zo heel op de planning. Ja, met kind naar de Cora te gaan. Ik ga er proberen wat te vloggen. Dus dat ga ik ook doen. Dus misschien nog wat live komen op TikTok. Misschien ook nog vandaag. Ook nog in de rest, ja. We zien het wel. Veel staat er in de planning vandaag. Dus we zien. Dus ik heb weer al iets uitgedaan. Ik heb wel iets gedaan. Kijk. Ik heb de garage. Dus je kan wel zien. Het is helemaal daarachter gedaan. En dan heb ik hier het groot bedankt gezet. 3 minuten hoeveel mensen dat gaan zien van de buren. Zo in het midden. Dus normaal gezien mogen ze dat wel kunnen lezen. Ik ben eens benieuwd. Maar het is echt super druk. Niet te doen. Het was echt aanschuiven, aanschuiven. Maar ik moest er zijn voor mijn lichtjes, voor mijn fiets. Dus ik kon niet anders. Dus ik moest er naar binnen gaan. Want anders had ik geen achterlicht. Ik zeg, het is echt, echt, echt niet te doen. En ook nog luide muziek. Dus het is allemaal geen goede combinatie natuurlijk als je artiest mee hebt. Dus pas even. Even snijden. Nee. Dat geeft me altijd heel veel stress. En ja, dat is niet zo leuk. Dus ja, ik heb het overleefd, ik weet niet hoe laat het is ondertussen, maar het was echt, echt keidruk. Ik zou nog rijden met mijn fiets. Dus eens kijken hoe laat het is. Dat ik nog een keer niet moet. Dus als ik nu doorrij, ben ik te vroeg al. Waarschijnlijk dus. Gaan we maar richting de Beenhouwer om eten te kopen en dan zo naar de Kenny te gaan. Was hij aan het zoeken? Die dingetje voor dat daar is die. Die passeert hij weer. Nou, maar dat is ook dat mijn wiel blokkeert eigenlijk. Dat is niet goed, hè? We zijn nu in de winkel. Het is wel een beetje druk. We zijn nu in de vriezer. Maar is goed. Ik heb het warm. Het is niet evident om live te gaan in de winkel, dus druiven zijn. Ik weet het niet. Hier zijn de druiven. Die heb ik gepakt. Maar voor de rest weet ik ook niks. De winkel? Nee. Waarom niet? De verbinding doet het niet goed. Dus daarom is het geen aanrader om dat te doen.
Nee, dat is het echt. Hè. Hier heb je dat niet. Kijk eens hoe mooi dat is. Er staat hij, de lichtjes. En dit zie je mij. Ik weet niet in welke straat we zitten eigenlijk, maar het is wel mooi. Al die mooie bomen. Kijk, dat is dan 4 en 10. En dat is die doos. Maar schoon, hè. Maar heel prachtig, hè. Dat zijn die pannetjes. Ik zei, ik ken het alleen van de vlog. Van Kooterlaai. Met de Bellega's. Dat zijn de energie. Er zullen nog wat YouTubers in dat hebben, maar ik heb dat alleen van die mensen gezien. Dat is de eerste keer. En dat is goed. Het eruit halen is altijd moeilijker, maar het insteken is ook altijd een beetje. Je moet hier wel wegdoen, die is gewoon gewoon in de kast. Dat is die handen. Ik had wel gedacht geen breed. Meestal breed dat altijd. Maar ik denk dat het wel gemakkelijker uit. En dit zijn ook nog pannetjes. Nog pannetjes. Dat is een machientje. Schoon, hè. Ja, de doos, daar moet je naar kijken. Die doos wordt al beschadigd. Maar als we het echt niet hebben, kon je niet maken. Ik kon mijn machine gebruiken, vleesjes en erop smeten. Maar het vuur opzetten. Nou, mag hè? De lion. Ja, die nummer 1. Het ziet er goed uit, hè? Ik heb het kleed echt een beetje op. Het moet bloeien dan dat het niet zorgt, maar dit is gewoon. Niet mijn tak. Het ziet er goed uit. Dan moet je achter iets anders doen, hè? Moet je al een bord met vlees? Ja, dat is allemaal goed. Ja, dat is het niet. Ik denk dat we aan de regio zijn en gewoon een pan maken. Maar die kap is wel sneller precies. Ziet er wel goed uit. Ik heb nog een kietje, maar wel met haar. Heel goed uit. Met de kaas valt het zo. Perfect, hè. Dat is vet, hoor. Die valt er ook wat eraf, maar hè. Natuurlijk weer, hè. Ja, dat is logisch, het vuur natuurlijk ook. Hè. Dat is wel goed eigenlijk. Het is heel goed dat je thuis zou bakken. Hè. En gewoon. Dit is zonder pan eigenlijk. Dat is speciaal. Ik heb het ook reeds gehoord. Ik heb het wel gebakken, want ik heb geen niks. Dus je stukken kunnen doen of niet. Ik word er echt wel blij van. Zo ziet het eruit. Ik heb het ook even niet. Dan moet je erop doen, dan moet je erover en dan moet je de rest op het licht. Volgende mag komen, hè. Ik ga het erin. Het volgende doen. Dan moet je dan dat zal ook echt wel op. Nee, Lucas. Dan pak je dat gaan doen. Hij zit hier te lustig, zijn we de kiezen niet dat goed. Hé, wat zeg ik nu? Hé, dat is. Verdomme. Nee, het is niet hé. Ik ben alles aan het uitpakken wat ik heb gekocht in de winkel. Ik ga je even een beetje hoger zetten. Ik moet toch nog eten trouwens. Nog
stofzuigen. Ik ga even laten staan. Ja, ongeveer toch. Ik ben alles aan het uitleggen. Dus, ja. Die worden ook gebruikt straks. De... Ik heb alles hier lekker. Ik heb gezonde dingen gekocht, zoals appelmoes. Ook heel gezonde dingen, ook heel ongezonde dingen. Maar vooral heel veel gezonde dingen eigenlijk. Dus, heel veel gezonde en lekkere, lekkere dingen. Dus, ik ga ook nog even de live aanzetten, zodat mensen misschien live kunnen zien, want dat wil ik net ook doen, maar ja, ik ben natuurlijk niet altijd 100% en oké. Voilà. Dus dan ga ik nu de tweede lade uitpakken. Hey, welkom in deze live. Deze keer hopelijk wel een goede verbinding. Dan even live kunnen gaan samen. Ik heb voor de konijntje ook iets meegebracht. Dus dat je wel kunt zien. Als je denkt, waarom toont u dat altijd naar de andere kant? Dat is omdat ik... Dit is voor u mocht wat te kunnen wassen. Ik heb het wel nog niet nodig, maar ik kon het even reserve pakken. Dus, hoe vond jullie trouwens de live met de Kenny? Ja, de Kenny is natuurlijk niet gewoon van live te gaan. Dus, maar in de toekomst gaan we dat wel nog meer doen. Dus ik kan de Kenny live gaan, maar... Nu was het een beetje ongelegen, dus ik heb eigenlijk meer gefilmd naar hem toe dan hij wist dat ik live ging. Dus daarom wist hij dat natuurlijk ook niet en daarmee. Wij gaan stofzuigen. Wij gaan stofzuigen, doen we graag. Ja, graag doen is een groot woord, maar... Heel belangrijk om goed te stofzuigen. Ja, nee, nee. Zo, zo wat beter, hè? Maar je gaat niet heel de tijd stofzuigen voor. Ik weet dat je dat niet leuk vindt. Hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Tot ziens.